We zijn daarnet begonnen met het opzetten en de teen. En zoals je hier kan zien heb ik er toch maar een steekmarkeerder in gehangen. Dit zijn kleine veiligheidsspeltjes. Die kun je gerust insteken. Laten op zich geen gaatjes achter. Maar je kan dus wel duidelijk zien waar je begintoer zit. En die zit dus hier bij mij aan deze kant. We gaan verder met het breien van de zwarte sok, want daar zijn we mee bezig, in dit geval in een witte variant. Breien eerst de steken van de ondervoet, die breien we recht. En dan daarna de steken van de bovenvoet, en die breien we in patroon. En het patroon is in principe niet zo heel moeilijk. Je begint met een averechte en daarna zes recht en dan weer een averecht en dat herhaal je. Dus dat laten we je zo eerst zien en daarna gaan we meerdere voor de spie. En dat gaat bij teen omhoog sokken iets anders als sokken van boven naar beneden. Goed, het naaldje rechts, daar zijn we bijna mee klaar. Zo. De eerste steek averecht. Dan zes steken recht. En deze basis heb ik ook gebruikt om de vlechtsokken die in een later stadium in het boek komen te breien. Dus kijk gerust door. Het e-book staat, daar staan dus sowieso nog een aantal patronen in, waar jullie straks lekker mee kunnen spelen. De verdeling, zoals ik hem nu heb, zijn de naalden, over drie naalden gezien, eerst de 32 steken voor de ondervoet en voor de bovenvoet 2 keer 16 steken op 2 naalden. En het patroon waar we mee bezig zijn is 1 averecht, 6 recht, 1 averecht. Goed. Ik voor mijzelf maak eigenlijk altijd de afspraak om de steken van de ondervoet eerst te breien en daarna de steken van de bovenvoet te breien. Waarom? We moeten nu gaan beginnen met de voorbereidingen voor de hiel. De hiel kom je als aan de onderkant als eerste tegen. Als je dan eerst nog een rondje moet breien, ja, ach. Dus als je die afspraak met jezelf maakt, dan kan het eigenlijk niet misgaan. Maar nu moeten wij in principe ook wat gaan meerderen. Want als je de sok zo breidt, dan komt de voet er helaas niet in. Je hebt namelijk extra steken nodig voor de wreef. En die gaan we nu maken. De eerste 32 steken, daar doen we niks bijzonders mee. Die breien we gewoon recht. Dus dat gaan we nu even doen. Zo'n toertje schiet al best op. Vier steekjes nog. En nu gaan we een steek meerderen. Ik meerder de steken in de oneven naalden. En dat doen we door een tussenlus op te pakken. Die tussenlus die zet je op de naald. En die eigenlijk verdraai je hem ook een slag. En deze brei ik dus door de achterlus recht.
En dan gaan we verder in patroonsteek. 1 averecht, 6 recht. Een averecht. En dat herhalen we nog een keer. 3, 4, 5, 6. 1 averecht. En aan het einde van dit naaldje meerden we nog een steek. Dus aan het begin en aan het eind van de bovenvoet meerderen we in de oneven naald een steek. In het boek zie je in het hoofdstuk staan voor de diverse maten hoeveel steken er gemeerderd moeten worden. En in dit geval, bij de 64 steken sok, meerderen we in totaal. Dus we pikken een tussenlusje op, die draaien we een slag. En dan breien we hem recht door de achterlus. Klaar. De volgende ronde meerderen we niet. De even ronde meerderen we niet. Dus die gaan we even breien. Steken gaan recht voor de ondervoet. Zo. 1, 2, 3, hoppa. En de eerste steek die je dus gemeerderd hebt, brei je recht. En dan verder in patroonsteek. 1 averecht, 6 recht en 1 averecht. En dat herhaal je. Zo, dat is naaldje 1. Van de bovenvoet wel te verstaan. Ontwerpers zouden het dan hebben over naald 2. En dit is de laatste naald die we gaan doen, in dit geval. Van het setje van 3 om de ronde compleet te maken. Averechts. Nog één. 1, 2, 3, 4, 5, 6 recht. 1 averecht. En een recht. Trekken weer een beetje draad. En dan gaan we weer een ronde meerderen. Eerst de steken van de voet zo. Het is wel een hele economische manier van sokken breien trouwens. Vergeleken met sokken die van boord naar teen worden gebruikt. Want je gebruikt grofweg 7 gram minder aan garen dan met van boord naar teen sokken. Lusje. Gaan we oppakken. Die gaan we een slagje draaien. En die breien we door de achterlus recht. De volgende steek breien we ook recht. En dan gaan we weer verder met patroon. 1 averecht. 6 recht. En dan een averecht. En dat gaan we nog een keer herhalen. En aan deze kant doen we hetzelfde, maar dan
meerdere de laatste steek. 6 recht. 'Halen we dit nog een keer, zo. Dan komt het steekje averecht. En een steek recht. En dan pakken we het lusje op. En die draaien we een slag en breien we recht. Nu heb je 2 steken aan weerskanten gemeerderd. De volgende toer is dus weer een toer waarin niet wordt gemeerderd. En dit herhaal je dus voor zover het patroon voor jouw stekenaantal voorschrijft. En dan zie ik u zo bij het volgende les.